Parlementariër Roy Mohan die zegt er dat gekeken moet worden naar vertrekpunt van de regering, Santokki Brunswijk. Men had een krater overgenomen van de vorige regering, een heel diep gat. En dat probeert deze regering dan te dichten. En het gaat niet altijd zoals dat moet, want er zijn een aantal zaken beloofd aan die samenleving. Maar daaraan wordt gewerkt. En de parlementariër die is er hoopvol gestemd dat deze zaken er langzamerhand wel gedaan zullen worden. U hoort parlementariër Roy Mohan in gesprek met TBN Primeleur, die dan de eerste termijn van de regering evalueert. Natuurlijk gaan we de tweede termijn in, nu. Met ook al wat problemen natuurlijk. Het vertrekpunt van ons, dat is al onbekend. Wat het vertrekpunt van de regering Santokki Brunswijk was. Natuurlijk zijn er veel uitdagingen geweest om primair de economie op spoor te brengen. En zeker ook de maatschappij die helemaal onderwicht was om zeg maar op spoor te brengen. Geen makkelijke job. Maar intussen na 2 jaar, 3 jaar zien we dat we dus stappen vooruit boeken natuurlijk. Zeker qua macro-economisch opzicht. En natuurlijk gaat de gewone burger nog niet zeg maar dezelfde situatie voelen in hun portemonnee als 10, 20 jaar terug. Maar we maken stappen vooruit en dat is belangrijk. En het leven van alle dag is nog steeds moeilijk. Mensen hebben het nog steeds moeilijk. Waarbij de regering dus ook zorgt met haar sociaal programma dat ze dus die problemen nog kunnen opvangen. Ja, en u zegt er worden stappen voorwaarts, er worden stappen vooruit gemaakt, maar die samenleving merkt dat nog niet, voelt dat nog niet. Maar komt dat moment er wel? Heer Mohan, ziet u die perspectieven er wel? Ja, dus kijk, we zetten natuurlijk stappen in de goede richting. En dat bedoelde ik daarnet. Op macroniveau zien we dat wel, dat er wat stabilisatie nu is. Natuurlijk na al die maatregelen die getroffen zijn, zware maatregelen, impopulaire maatregelen, die getroffen zijn, zeker ten aanzien van de subsidies. En dat betekent dat de mensen dicht bij de realiteit gebracht wordt. En als we dus bekend zijn of geweest met leven boven onze standaard, wat we verdienen, daaruit moeten we budgetteren. Dat is belangrijk voor de regering, maar ook voor ons als individuele burger. Dat wat jouw verdiencapaciteit is, op basis daarvan ga je budgetteren, dat op basis daarvan zal je leven moeten inrichten. Maar als je leeft boven je standaard, dan betekent dat er een reservebudget is ergens, of dat er subsidies is, of dat er een hulp is. En als die hulp die subsidies wegtrekken, dan moet je een andere optie zien eigenlijk om die gap te vullen. Natuurlijk moeten we niet vergeten de onderkant van de maatschappij. Die mensen hebben het bijzonder moeilijk om hun dagelijks leven op peil te houden. Het is survivor natuurlijk. Maar we gaan stappen vooruit. Als we zien dat IMF op staff level niveau de agreement heeft bereikt. En natuurlijk is er de volgende stap de board level. Dat er weer financiële ademruimte komt. Dat er weer zeg maar internationale organisaties en financiële instellingen wat belief hebben om verder onze projecten mede te financieren. Hoe zit het met eenheid in bestuur qua bij het eerste helft van de regeertermijn? Kijk, natuurlijk als je wil regeren en als je dus alle neuzen aan één kant wil krijgen en die richting wil krijgen, streef je naar eenheid in bestuur, eenheid in beleid, ja, eenheid in je programma. Maar er zijn natuurlijk wat issues en die issues moeten besproken worden op hoogste niveau. En dat moet doorsijpelen naar zeg maar, de DNA. En dat we dus op één lijn staan. We gaan gezamenlijk als coalitie deze regering ondersteunen in het uitvoeren van het beleid. En het is ja, soms moeilijk, soms gaat het makkelijk. Maar issues zijn altijd te bespreken. En als je dat bespreekbaar maakt, trekken we iedereen op één lijn. En de richting, de bestemming moet belangrijk voor iedereen duidelijk zijn en helder.
Wat ziet u als een gemiste kans of gemiste kansen voor deze regering in hun eerste helft? Nou, het vertrouwen. Kijk, als je een beleid uitvoert waarbij de mensen dus geen vooruitzicht hebben op vooruitgang, dan mis je het volk achter je. En communicatie is een van de grootste uitdagingen. Dus wat je doet, moet de bevolking precies weten. Dan hebben ze begrip voor. Dat we dus een bepaalde bestemming hebben, een bepaalde doel hebben. En dat we samen eruit moeten komen. Het is niet de regering die het volk moet slepen uit de dal. Maar het is regering en volk samen dat we uit de dal moeten komen. En die communicatie moet heel scherp, helder zijn voor iedereen. En dat we samen aan houden. Dat we dus eerlijk en oprecht tegenover elkaar staan. En recht in de ogen kunnen kijken dat we dus een super en een eerlijk beleid voeren. Wat zou volgens u prioriteit moeten worden in de tweede helft van regeertermijn? Inderdaad, kijk, natuurlijk gaan we er straks verkiezingen toe. En voor ons is niet belangrijk, voor mij althans, dat we kijken naar een volgende verkiezing. Voor mij is belangrijk te kijken naar de volgende generatie. Dat is voor mij belangrijker. En dat we dus de economie op spoor blijven houden. Dat we geen rare dingen hebben. Dat we dus weer in een spiraal terechtkomen van de stijgende inflatie. Maar ook koersstabiliteit is voor ons belangrijk. Dat we kunnen plannen. Dat we vooruit kunnen kijken. En dat we dus rustig ons beleid kunnen voeren. Waarbij de regering kan plannen. En ook de bevolking kan plannen in hun leven. Ja. En dat we dus samen vooruitkomen. En alles wat u daarnet hebt gezegd, heer Mohan, dat in ogenschouw nemend, wat is de score die u de regering geeft voor hun prestaties, voor hun eerste regeertermijn of eerste helft van hun regeertermijn? Het is een moeilijke situatie om een score te geven natuurlijk, omdat het vertrekpunt heel slecht was. Dat is bij iedere situatie, ook bij een pasgeboren kind. Als het vertrekpunt slecht is, ga je dus slechte groei maken, slechte ontwikkeling doormaken. Maar de inspanning is gepleegd om zeker tot dit niveau te komen. En dat ben ik bijzonder blij dat we dus als regering, maar ook als DNA, een heleboel maatregelen hebben getroffen om vandaag de dag op dit niveau te komen. En dat we dus vandaag met elkaar kunnen staan en dat we dus vanuit deze positie naar de tweede helft gaan. Als ik een punt zou moeten geven, in ieder geval geen onvoldoende. Want de inspanning is groot geweest om zeker de krater die is achtergelaten, de diepe crisis die is achtergelaten, onder andere door de vorige regering. Dat moeten we steeds blijven herhalen. Dat moet in mind blijven dat deze situatie nooit herstelt. Want we zijn zeker 2-3 keren gedompeld in dezelfde situatie waarbij de andere regering die maatregelen moet treffen om die economie weer op spoor te brengen. Kijk, regeren betekent dus voortzetting van goed beleid. Maar zouden we het vorige beleid kunnen voortzetten? Nee, helemaal niet. We moesten weer helemaal aan de andere kant beginnen. En terug te komen op het niveau waar we waren. Toch, we konden een heleboel dingen plannen, kopen. Zelf percelen kopen. Nu moeten we kijken naar de regering. Zodat we dus een stukje perceel kunnen krijgen. Dat we een auto kunnen kopen. Dat we iets voor onszelf kunnen doen. Vakanties zijn ontnomen van mensen. Snap je? Is uit den boze. En ik hoop dat we dus die dingen weer terug kunnen krijgen. Maar dan moet er weer stabiliteit zijn. Dan moet er weer een betrouwbare regering zijn die voor het volk werkt. En uw aanbeveling aan de regering dan voor resterende periode? Ik denk zeker wat werkgelegenheid betreft. Arbeiden in een land betekent dat je moet produceren. En dat is mijn main goal. En het enige wat ik naar kijk is de agrarische sector. Dus daarop wil ik me focussen. De uitdagingen in de wereld zijn groot. Als we kijken dus naar de toekomst, de klimaatverandering en dergelijke. En wij hebben alles mee. We hebben grond, we hebben zoetwater, we hebben klimaat. Toch? Kennis en kunde kunnen we kopen. En dan moeten we investeringen trekken en de wereld voorzien met wat voeding. En voor ons ook. Voeding moet geen issue zijn voor Surinamers.